Het Wantijbad ligt te verlaten bij deze maandagmorgen en dat is niet de eerste keer dit jaar. Maar toch bekijkt de bedrijfsleider het nog van de zonnige kant. De financiële gevolgen die zullen meevallen als het weer nu omslaat. Dus laten we zeggen dat ze vanaf volgende week mooi weer krijgen tot eind augustus. Dan trekt datgene wat we nu missen, trekt wel bij. Doordat er natuurlijk dan weer publiek komt. En dat gaat dan erg hard wel weer hoor. En dat is ook wel nodig, want door de slechte zomer van vorig jaar zijn er al veel minder abonnementen dan normaal verkocht. Nee, we hebben dit jaar de helft minder abonnementen verkocht. Dus van de 800 zeg maar zo'n 400. En dat tikt natuurlijk aan. Aan de andere kant is het zo dat als het prachtig weer wordt, die mensen hebben geen abonnement en ze willen het ook niet meer aanschaffen, dan moeten ze een kaartje kopen. En dat tikt dan toch wel weer hard aan. Het is eigenlijk golfbeweging. Die je al jaren ziet van weinig abonnementen, veel kaartjes, weinig abonnementen. Omgekeerd, het lost elkaar als het ware op. En als het regent, dan lost de bezoekersstroom op. Normaal komen er per jaar 20.000 mensen. Maar nu is het zwembad al bijna 40 dagen voor minstens een dagdeel gesloten. Daarom staan er nog maar 5.000 bezoekers op de teller. Gaat volgend jaar de prijs van het kaartje daardoor omhoog? Denk het niet. Nee, dat zijn we vooralsnog niet van plan. Nee, ik denk ook niet dat dat nodig is. Maar goed, de uitkomsten zullen dat met nader onderzoek natuurlijk moeten uitwijzen. Toch heb je er een hele dagtaak aan, want er wordt elke dag opnieuw bekeken of het bad eventueel open kan. Zodra we hier zijn om 10 uur, dan weten we wat het wordt die dag en dan gaan we gewoon besluiten. In overleg met de anderen van, wat doen we? Gaan we tot 1 uur of soms tot 2 uur als er nog een streep zon komt, kan je het een uur verlengen enzovoort.